Zeg Humberto. Ja. Ben je eigenlijk nog een beetje fit? En mijn antwoord is nee. Oh, nou, dat gaan vertel, we dan. Vertel, wat moet ik doen? Ik vertel niks. Ga maar mee. Dan zie je het wel zien. Oké? Okay? Kom op, we gaan naar mijn kantoor. Jeetje, Mina. Kijk, dit is nou eens een mooi uitzicht. Goed, hè? Ja, vergezicht is dit eigenlijk. Vergezicht over de haven van Den Helder, Texel. Je ziet er niet zo goed liggen, maar ja, Waddenzee, Texel, Noordzee. Weet je, maar als je... Dit is mooi, ik hou van metaforen. Vergezicht, toekomst. Ja. Want we hebben best wel besproken, maar nog niet echt meer over de toekomst. Digitalisering is een onderwerp. Zeker. Want oorlogsvoering verandert, digitalisering lees ik overal. Dus de bedreigingen veranderen ook. Op welke manier hou je als admiraal daar rekening mee? Dat is best een hele complexe vraag, Humberto. Maar ik zal proberen zo goed mogelijk antwoord te geven. Laten we beginnen met defensie breed. Dat we heel nadrukkelijk natuurlijk ook naar de toekomst kijken. Van wat komt er op ons af en wat moeten we veranderen? De oprichting van het Defensie Cybercommando is een heel goed voorbeeld daarvan. Hè, waarbij we echt vanuit defensie proberen om in ieder geval defensief de zaak goed op orde te hebben. Hetzelfde geldt ook voor wat er, maar dat zou je dan moeten vragen aan de MIVD. Mm-hmm. Maar ook daar zijn natuurlijk allerlei operaties gaande. Meer specifiek voor de marine. De volgende generatie schepen, die wordt echt anders. En daarbij houden we rekening, zo goed mogelijk. Want je weet natuurlijk nooit hoe snel die ontwikkeling gaat. Nou, dat weten we wel, die gaat heel erg snel. Ja. Maar je weet nooit precies wat er op je afkomt. Maar we proberen ons wel zo goed mogelijk uiteindelijk tegen die digitalisering aan de ene kant te verdedigen. Door te zorgen dat je cyberproof bent. En aan de andere kant proberen we zo nadrukkelijk mogelijk ook mee te doen daarin. Door heel, heel nadrukkelijk ook zo innovatief mogelijk die nieuwe generatie schepen te bouwen. We gaan de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen worden echt anders dan wat we hebben. Met allemaal autonome systemen. In de lucht, op het water, onder water. Nog meer geautomatiseerd, minder mensen aan boord. Minder mensen aan boord, geautomatiseerd. Modulair werken, dus wat minder vaste structuren. Nou, dat is in de mijnenbestrijdinghoek, maar ook met de fregatten. De vervanging van het van ons M-fregat wordt echt een ander soort schip. Dat wordt niet hetzelfde. We praten over vernieuwing. Duikboten? Onderzeeboten, zeer nadrukkelijk. Een van onze belangrijkste offensieve wapens die we hebben. Als je praat over slagkracht op de Noord-Atlantische Oceaan. Onze belangrijkste asset. Dat moet vervangen worden. En dat moet ook echt een hele mooie en goede operationele boot worden. En tegelijkertijd heb je de uitdaging, de producten, het materieel. Maar dat betekent ook een ander type mens. Zeker. Minder lang van huis. Ja. Maar ook hoger opgeleid of anders opgeleid? Ja, weet je, hoger is zo'n dis naar de mensen ja, van nu. Ja, is ook zo. Is ook niet aardig eigenlijk. Maar... Ja, Marianne Zwageman zei het goed. Eigenlijk laag opgeleid bestaat niet. Het is praktisch opgeleid of universitair opgeleid of middelbaar opgeleid. Ja. Maar het is niet laag opgeleid. Het is niet laag. Het zal... Mijn fout. Nee. Het zal een balans worden. Het zal altijd een balans worden. Kijk, weet je, werken op zee heeft altijd iets rauws. Het zijn van zeeman hè, op zee, dat heeft een rauwe factor. Dat is hard werken, dat is stoer werk. Dat zullen we altijd houden. En tegelijkertijd zul je zien dat er wel een shift komt, dat we uiteindelijk inderdaad meer zeg maar, technologisch hooggeschoold personeel, wat een enorme uitdaging is om die te vinden op de markt op dit moment, maar die hebben we nodig inderdaad om dat hoogtechnologische werk ook te gaan doen. En inderdaad, minder lang van huis is ook wel de toekomst die we nu doen. Hè. Wat ik zei, de 7 maanden doen we eigenlijk nauwelijks nog. Eigenlijk niet meer. We zijn terug naar 4 maanden. We moeten veel meer toe naar een systeem zoals we ook bij de koopvaardij en de offshore kennen. Waarbij je zegt, je bent of aan het varen of je bent thuis. Dus een betere balans tussen die vaar-wal verhouding op dat vlak. Meer ondersteuning vanaf de wal. We gaan een Maritime Operations Center oprichten. Hoogtechnologisch, verbindingen via de satelliet, ondersteuning vanaf de wal. En daardoor ook weer minder mensen aan boord. Dus die innovatie die moet dan de volgende decennia... Moet dat inderdaad gaan gebeuren. En wat ik ook begrepen heb is dat je ook hè, het type mens moet je ook breder zien. Dus niet alleen vanuit Den Helder en Roermond, Groningen en Heerenveen. Maar ook van Oranjestad, Aruba, et cetera. Ook die mensen proberen meer binnen te halen. Ja, wat mij betreft wel. Vorige week was ik in de West. En toen heb ik gesproken ook met in dit geval de plaatsvervangende gouverneurs van Sint Maarten en Aruba. Daar heb ik het ook mee besproken. Het is een politieke keuze ook, maar hier ben ik wel heel duidelijk in. Ik vind, als je kijkt naar de demografische ontwikkeling in Nederland, de hoeveelheid jeugd die zeg maar, op de markt komt, hè, die beschikbaar komt voor defensie,
En in godsnaam, laat ze allemaal komen, want het is fantastisch werk. Het is trots werk, het is mooi, het is belangrijk werk. Mm-hmm. Maar we gaan misschien de boel niet helemaal droog houden. En dan vind ik ook, zeker binnen het Koninkrijk, ja, dat je veel flexibeler moet worden in je workforce. En dat geldt voor zowel nou goed, het Koninkrijk, maar misschien ook wel binnen de Europese Unie, misschien wel binnen NATO. Ik zou er geen moeite mee hebben. Want, en binnen NATO betekent dus Amerikanen in de Nederlandse marine bijvoorbeeld? Humberto, ik was 1,5 jaar geleden was ik in Amerika. En ik was aan boord van de USS New York. Fantastisch mooi schip, waar overigens onderdeel of het staal is gebruikt van de Twin Towers. Dat weet bijna niemand. Dat schip is voor een gedeelte gebouwd van dat staal. En die commandant die was heel erg trots. En die zei tegen ons, we waren dan op bezoek met alle commandanten van de marines. En die zei, ik heb keihard, nou wat zei die, 11 of 12 nationaliteiten aan boord. De Amerikanen doen dat gewoon. En op het moment dat je zeg maar dan 5 jaar hebt gediend, krijg je green card, word je gewoon Amerikaan. Hoe mooi is dat? Smeltkroes nog steeds daar van toepassing. Kunnen wij het ons veroorloven om dat niet te doen in Europa? Ik vraag me dat af. Maar dat is nog wel niet iets wat heel erg prioriteit heeft op dit moment. Althans niet wat ik merk van de buitenkant. Nee, dat klopt. Je hoort daar nog weinig over. Ja. Maar op de achtergrond, hè, binnen de krijgsmachtraad, zoals wij erover spreken, popt het af en toe wel op. En ik vind het een idee wat we moeten omarmen. Want als je praat over Europa, dan denk ik ook dat we die stap echt moeten maken. Wat anders is dan nu onmiddellijk toewerken naar een Europese krijgsmacht. Dat is een andere discussie. Maar je moet wel op een gegeven moment die stap durven maken door inderdaad die uitwisseling te doen. We werken heel nauw samen met België. België, we zijn geïntegreerd met de Belgische marine. Hier op dit terrein, hier in Den Helder, er ligt een Belgisch fregat. Dat onderhouden we hier. Ja. De F931. De F931, ja. He, dus dat doen we al. En we hebben gecombineerde staven. We doen de opleidingen samen. We werken heel nadrukkelijk samen. Mijn plaatsvervanger in ABNL, Admiral Belgium Netherlands, Benelux, is gewoon mijn plaatsvervanger. Belgisch admiraal. Kan je eigenlijk, ik weet niet of dat in Defensie en met de marine ook zeker niet of dat zo werkt. Kan je eigenlijk, als je stel een individuele matroos bent en je hebt ideeën, kan je dat gewoon spuien? Natuurlijk. Ja, gebeurt dat ook genoeg, vind je? Nee. Ik vind dat best meer niet? Zou mogen. Waarom gebeurt het niet? Nou, zijn mensen bang? Ik denk niet dat ze bang zijn. Nee, ik ken mijn mensen goed genoeg en zeker mijn matrozen. Of denken ze, er gebeurt toch niks mee? Er gaat in een la, ja prima, er gebeurt helemaal niks mee. Ik denk dat nog het meeste een rol speelt. Het is geen angst. Het is niet zozeer de militaire maatschappij. Het is een soort van murfheid die in het bedrijf is geslopen. Hè, door al die jaren van bezuinigingen waarom dingen niet kunnen. Ja. Dat mensen denken van, nou ja, wat ik ook zeg, onverschilligheid bijna geworden. Ja. En die onverschilligheid zie ik nu kantelen. Dat zie ik echt gebeuren. Maar daar moeten we vooral een beetje met elkaar schouders eronder zetten. Enthousiast. Dingen durven. Dus jij probeert ook die verschilligheid te stimuleren. Ja. Verschilligheid en diversiteit. Ja. We hebben het nog niet echt over gehad. Maar ik wil graag uiteindelijk meer diversiteit. En of het nou andere nationaliteiten zijn. Of inderdaad man, vrouw, gender. Maakt me niet uit. Diversiteit is echt superbelangrijk. Nog 2 jaar? Ja. Heb je al een datum eigenlijk? Wat mij betreft ergens begin september 21. Oké, laat ik zeggen 15 september 21. Het is mooi weer. Je hebt je speech, je afscheidsspeech. Wat hoop je te kunnen zeggen? Ik denk als ik dan terugkijk, hè, want dat ga ik dan natuurlijk doen, naar wat ik gezegd heb toen ik aantrad, toen heb ik gezegd, mens, mens, mens. Ja. En mens centraal. En ik hoop ook echt oprecht dat we dan nog een aantal stappen hebben gezet. We hebben het al gehad over arbeidsvoorwaarden. Dat moet nog verder. Maar we moeten vooral verder met ons personeelssysteem. Ons huidige personeelssysteem. Ik vind dat niet meer van deze tijd. Ik vind echt dat we stappen moeten zetten. Wat ik al zei, we hebben daar gisteren uitgebreid over gesproken. En we moeten toe naar individualisering van die loopbaan. Dat is echt belangrijk. We moeten toe naar specialisten, we moeten toe naar generalisten en meer keuzevrijheid daarin. En professionelere benadering van dat systeem. Dat is een van de dingen die ik hoop over 2 jaar dat we dan voor elkaar hebben. Ik hoop dat we de contracten hebben gesloten voor de vernieuwing. Hè, voor de onderzeeboten, voor de fregatten en voor de mijnenbestrijders. Ik hoop dat we veel regels hebben afgeschaft, dat we flexibeler zijn geworden. Dat we makkelijker kunnen reorganiseren. Dat we agile modewoord zijn gaan werken. En ik hoop echt heel erg oprecht dat er ook voor de mariniers dat er een goede oplossing is gevonden. Maar nogmaals, dat is niet nu dan mij. Nog 2 jaar, nog veel dossiers. Heel veel. Dat is wel mooi, zo'n uitdaging, denk ik.
Nou, ik zit er middenin. Ik geniet ervan. Ik geniet het meeste uiteindelijk toch ook van alle werkbezoeken die ik heb. En het contact met, letterlijk met mijn mensen. En de manier waarop ze op me reageren. Maar ik vraag veel geduld. En mensen zien nog niet altijd zeg maar, de stappen die we nu al hebben gezet. Het effect daarvan, ja, dat laat nog vaak te lang op zich wachten. En daardoor zie je nog veel wantrouwen in het bedrijf. Dat vind ik echt jammer, want we zijn echt hard bezig. En de Admiraliteitsraad, de top, we weten echt verdomd goed wat er speelt. Echt. En we zijn keihard bezig om het beter te maken. Maar het heeft gewoon tijd nodig. En ik hoop over 2 jaar ja, dat we dan ook nog meer dan nu tastbare resultaten hebben. Ik ga je kritisch volgen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ik je mag uitnodigen voor mijn commandoverdracht. Ik kom. Ja? Ja, ik kom. Oké, top. Hé, dankjewel. Ik vond het mooi. Oké, hartstikke goed. Top.